hier samen met Liel Holman en Frank Streefland. Liel Holman is van het UWV. Frank Streefland is van de Polderkamer hier in Stolwijk. Liel, kan jij mij even vertellen wat we hier aan het doen zijn? Nou, dat wil ik heel graag doen. Wij zijn hier aan het koken en eten met werkzoekenden van 50PLUS en werkgevers uit de regio. Om samen zo een match te krijgen voor eventueel werk of van mekaars netwerk gebruik te maken. En dit is een superleuk project wat ik samen eigenlijk met Frank heb verzonnen. En ja, UWV Gouden is de enige in heel Nederland die dat gaat doen. En dit is de vierde keer dat wij dat nu uitrollen. Het is de bedoeling dat je op een laagdrempelige manier gewoon in contact komt met werkgevers. Ja. En Liel, je hebt me zojuist verteld, het is jouw idee. Ja. Binnen een minuut had ik het idee dat ik hier een keer bij Frank als werkgever ging kijken van wat voor personeel die zocht. Hij liet heel enthousiast zijn keuken zien. En een week later kwam ik op de zaak en toen zeiden ze, ja, we hebben extra geld om leuke dingen te doen voor juist de groep die werk nodig heeft, 50PLUS. Dus ik denk, nou, hoe leuk is het niet om gewoon te koken bij Frank? Ja, dat viel precies in het pulletje. Helemaal. En hij begrijpt mijn verhaal. Want Frank, ze zegt net, hij begrijpt mijn verhaal. Ja, dat hoop ik wel. Ik hoop dat het altijd goed te vertalen en goed te doen natuurlijk. Iedere doelgroep is natuurlijk anders. En het belangrijkste is natuurlijk ook dat die mensen die langdurig in de WW zitten ook weer aan het werk komen. En door deze manier heb je toch een laagdrempelige manier. Omdat ze ook met werkgevers moeten kennismaken, moeten wisselen. En zo, kijk, je kan heel veel brieven sturen, maar als je telkens een afwijzing krijgt, dan is dat ook niet leuk. En nu zit je toch met een werkgever zit je aan tafel. Je kan kennis maken met die werkgever. En er komen best wel leuke gesprekken uit. En mensen vinden ook weer een baan. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Kijk, het gaat niet alleen maar om het eten en om een wijntje drinken. Het gaat er uiteindelijk ook om dat die mensen weer aan de baan komen. En door dit manier is het heel laagdrempelig. Ja, dat je het bedrijfsleven en ondernemers leert kennen. Ja, en ondernemers vinden het ook leuk, omdat ze natuurlijk ook op een laagdrempelige manier best veel mensen in één keer kunnen spreken. Je ziet dat ondernemers het ook best allemaal wel druk hebben. En als je ineens 20, 25 werkzoekenden in één keer kan spreken en je hebt daar precies de juiste match tussen, scheelt voor een ondernemer heel veel tijd natuurlijk. En het voordeel daarvan van een ondernemer is ook dat je, nou, je zal maar net iemand vinden die je echt zoekt. En je hebt gelijk een match, je hebt een leuke avond en uiteindelijk is het een win-win situatie voor iedereen. Ja. En je hebt een nieuwe werknemer er misschien bij. Dat is wel de bedoeling uiteindelijk, dat ze weer aan het werk komen. Dus, iedereen vindt het ook leuk. In het begin was het dat mensen even de kat uit de boom kijken van nou, een beetje terug. En je ziet nu ook dat je een paar keer doet, dat mensen ook meer toegankelijkheid zijn. En denken, hey, het is toch leuk, ik hoef niet nergens bang voor te zijn. Dus het is voor die mensen ook leuk. Ja, maar het zijn wel steeds nieuwe groepen mensen, hè? Ja. En het wordt steeds losser, omdat we hier natuurlijk ook wat relaxer mee. Je komt er al vaker. En we komen er al vaker. Maar het leuke van dit concept is dat je steeds met anderen, sta je in de keuken of je dekt de tafel of je hebt een wijnproeverijtje of je ruimt af. Dus je bent steeds met andere mensen, ben je in gesprek. En dat maakt het heel bijzonder. En je ziet ook dat werkgevers aanbieden van kijk op mijn LinkedIn, kijk naar de bedrijven die ertussen staan. Is er iets voor je bij? Geef het aan mij door, want dan maak ik de connectie. Ja. En hebben mensen via de Kitchen Match ook een baan gevonden? Een aantal zeker. Ja, want dus het is een succes als ik het goed begrijp. Ja, wat mij betreft is het absoluut een succes. En je ziet ook vriendschappen ontstaan tussen mensen. Want blijken ze bij elkaar in de buurt te wonen. Of ze kennen wel dezelfde werkgever waar ze misschien jaren mee hebben samengewerkt. Dus er zitten zoveel crossovertjes allemaal. En dat maakt het gewoon iedere keer weer superleuk. Ja. En natuurlijk samen koken, dat verbindt denk ik. Ja, nou dat denk ik. Dat is ook echt zo. He, dat was ook mijn eerste krantenkop in de Goudse Post. Samen koken verbindt. En zo zet ik dat ook op mijn eigen LinkedIn. Lekker in een ongedwongen sfeer. Ja, juist. He, want mensen vinden het soms toch een beetje eng. Netwerken, allemaal mannen in pak. Helemaal niet. Vertel gewoon wat je wilt, waar je goed in bent, wat jouw talenten zijn. En zeker als je samen in de keuken staat, die staat samen sla te wassen. Of wat moesten ze allemaal doen, Frank? Nou ja, van alles. En dat is voor werkgevers ook interessant. Want je ziet gelijk of iemand een beetje, het maakt niet uit wat, of iemand nou kan koken of niet kan koken. Maar je ziet wel of iemand kan aanpakken. Of initiatief neemt. Initiatief neemt, dus snel afhelpt, behulpzaam is. Hè? Dat is ook belangrijk voor sommige werkgevers.
Dus je leert ook mensen op een andere manier totaal kennen. Dan kijk, een sollicitatiegesprek zit je aan een tafel, je hebt een kwartier de tijd. En op deze manier heb je eigenlijk anderhalf uur, twee uur de tijd om een persoon ook persoonlijk te kennen. En dat is toch op een hele andere manier. En wat moesten ze allemaal doen? Ja, van sla wassen, tot tataar hakken, tot kwarte eitjes bakken, aardappels schillen. Ja, we zetten ze wel aan het werk. Crème brûlée maken. En ze moeten ook zoveel mogelijk zelf doen. Kijk, je kan het allemaal voorkouwen, maar dan is het ook niet leuk. We bereiden bepaalde dingen natuurlijk wel voor. En we hebben er natuurlijk ook best veel ervaring mee. Dus we zeggen ook gewoon, nou, dat delen we op. We hebben een bepaalde tijdslimiet. En mensen vinden het ook leuk. En vooral, je ziet ook mensen die totaal in het begin denken, nou, dat is helemaal niks voor mij, dat koken. Die komen dan die keuken in. En een kwartier denken ze, nou, valt allemaal wel mee. Het is best wel relaxed en het is best wel ontspannen. Dus, ja. Dankjewel.